op jongens.
Beste supporters, afgelopen zaterdag is na een 2-4 overwinning op Zeeburgia in Amsterdam onze B1 kampioen geworden van de Eerste Divisie A voor B-Junior. En daarmee willen we het elftal en de begeleidingsstaf van harte feliciteren en huldigen. Drie wedstrijden voor het einde van het seizoen heeft B1 10 punten voorsprong op de achtervolgers en is daarmee niet meer te achterhalen. 19 wedstrijden gespeeld, 14 overwinningen, 4 gelijke spelen en maar 1 nederlaag zorgen voor 46 punten en een doelsaldo van 49 doelpunten voor en 17 doelpunten tegen. En met zulke cijfers ben je dan ook de terechte kampioen. Het betekent ook dat onze B1 promoveert en in het volgende seizoen op het hoogste niveau in Nederland. En dat is de Eredivisie voor B-junioren waar FC Groningen ook thuis hoort. Ik wil de staf van het elftal, de trainers Peter Wolkmaker en Peter Hoekstra, geassisteerd door stagiaire Misha Visser, de keeperstrainers Ruud Hest en Henk Ritsema, elftalleider Goedold Herman Hazeveld, verzorger Michel Mulder en assistent scheidsrechter René Rijkloeg, van harte feliciteren met het prachtige seizoen en het behaalde kampioenschap. Maar de spelers hebben het allemaal moeten doen en jongens, jullie hebben het gedaan. Vanaf de eerste competitieronde was duidelijk wat jullie wilden en dat is de beste zijn. Kampioen worden en volgend seizoen weer spelen op het allerhoogste niveau. En dat is meer dan gelukt. En ik wil jullie namens FC Groningen en namens alle supporters van harte feliciteren met het geweldige seizoen. Beloond met het meer dan verdiende kampioenschap. Dan wil ik graag de aanvoerders Glenn Bijl en Thijs Schellos naar voren willen vragen voor de overhandiging van de kampioenschaal. Beste supporters, dank voor uw applaus en B1, de ereronde is voor jullie.
Ik moet het allemaal raken.